Als we het bouwkundige beeld van deze omgeving moeten typeren, dan kunnen we dat het beste doen als een wirwar aan stijlen en vormen. Een beetje een ratje toe. Hierdoor is er echter allerminst sprake van een saai of eentonig straatbeeld. En er valt juist daardoor veel te ontdekken. De liberale, eigenzinnige inbreng van de lokale ondernemers is hierop zeker van invloed geweest. Zij hadden altijd duidelijk meer oog voor hun eigen onderkomen dan voor de samenhang in de gezamenlijke omgeving. In dit hele gebied vond in de jaren 20 tot 40 van de vorige eeuw de voornaamste verandering plaats, waardoor het karakteristieke straatbeeld is ontstaan. Vele woonhuizen werden ingrijpend veranderd en verbouwd tot winkelhuizen. Dat er zo vaak een enorm contrast ontstond binnen de oorspronkelijke gevel, nam men schijnbaar op de koop toe. Op talloze plaatsen is nu nog goed te zien dat architecten doelbewust moesten ontwerpen. Entrées en etalages kregen vaak een puur functionele invulling. Soms met allure, soms erg middelmatig. En soms, tja. Desondanks zijn er nog vele authentieke elementen terug te vinden. Opvallende en niet altijd direct zichtbare gevelversieringen of andere opsmuk werden aangebracht om het onderscheid te maken tussen gewoon, iets minder gewoon of nog iets beter. Als iets, laten we zeggen, in de mode was, dan moest je toch zeker met je tijd meegaan. Daarom zien we ook op Corvel allerlei imitatiebouwstijlen. Art Nouveau, Art Deco, Amsterdamse school, Delftse school, nieuwe zakelijkheid of uitingen die daar dichtbij in de buurt komen. Als je je echt wilde onderscheiden, dan deed je het precies andersom. Zoals hier, waar leerfabrikant Van Arendonk anno 1920 een huis liet bouwen. En waar je zou zeggen dat het pand minstens 40 jaar ouder is. Zo heeft men altijd wel zijn best gedaan om op te vallen. Waarbij de bouwers zich ervan bewust waren dat dankzij de tamelijk wijdse straten en pleinen al dat fraais gemakkelijk te aanschouwen was. Dankzij deze dadendrang konden vele architecten hun sporen nalaten met bekende en minder bekende namen als Jan van der Valk, Alex de Chêne, Jo Bedeau, Leo Goyaerts, Jan Mulders, Jos Donders, Kees van Merendonk, Frans Ruts en al eerder genoemd de Corvelse bouwmeester Jean van den Abele. Omdat vroeger het vak van aannemer en architect niet zo strikt gescheiden was als nu, konden ook vele aannemers gebouwen in dit gebied ontwerpen. Zoals Jos Jongen Heerkens, die hier deze woonhuizen bouwde. Een naam die sterk met Corvel verbonden is, is die van aannemer Domen. Verscheidene generaties binnen dit bouwersgeslacht tekenden voor talloze woonhuizen, winkelhuizen of verbouwingen daarvan. Niet alleen de middenstanders zelf hielden elkaar in stand. Ook als bouwer haalde je veel werk en inkomsten uit je eigen omgeving. En dan had je zoveel aanzien dat je jezelf liet portretteren, zoals aannemer Van den Hout deed in 1919. Hij was ook een echte Corvelnaar, alwaar hij ook zijn huis, hier links, liet verrijzen. Geen onaardig onderkomen voor die tijd, maar toch niet bestand tegen de tand destijds. Als we de lijn volgen vanaf de Oude Markt via de Corvelse Weg tot aan de Ringbaan Zuid, dan zien we al van oorsprong duidelijke verschillen in het straatbeeld. De Zomerstraat was het duurdere en chique deel. Hier woonden koopmannen, fabrikanten en notarissen. Grote herenhuizen en grote winkelhuizen waren dominant aanwezig. Maar bij de doorbraak van de Cityring in de jaren 60 verdween het grootste deel van deze oud-stedelijke allure. Het Sint-Annaplein en het Lieve Vrouwenplein vormden de overgang van die grandeur naar het meer laag bebouwd lint. Hiervan zijn op de Corvelse Weg nog enkele oude gestanten terug te vinden. En ooit hebben hier ook boerderijen gestaan met uitgestrekte landerijen. Het Corvelplein, vroeger kortweg Corvel geheten, was al lange tijd geleden een bebouwde woonkern met kleine huizen en later betere middenstandswoningen. De kerk en de villa van Jan van der Valk zijn hier de meest opvallende bouwwerken. Al is het eigenlijke ontwerp van die laatste
een stuk fraaier dan de huidige toestand. Het sociëteitshuis van Legault de Montagne is het meest kleurrijke pand, met daarnaast ook het oudste huis uit dit gebied, want het stamt mogelijk al uit het einde van de 17e eeuw. De Laarstraat, ofwel het Laar, was destijds het meest landelijke deel van dit lint. Achter de arbeidershuizen en boerderijen lagen enorme wei- en akkerlanden. En die agrarische functies hebben zeker tot in het begin van de 20e eeuw stand gehouden. Op de Gordelseweg, later doorsneden door de Ringbaan Zuid, vestigden zich nieuwe fabrikanten en de rijkere middenstand. Hier hadden de architecten duidelijk meer ruimte om vrij te ontwerpen. Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw leefde het gewone volk ook rondom Corvel nog in armoedige omstandigheden. Maar dankzij de invoering van de woningwet moesten arbeidershuizen voortaan hygiënisch en degelijk zijn. En zo gebouwd dat men minimaal het comfort had van voldoende daglicht. Onder aanvoering van de gemeente en de eerste woningbouwverenigingen ontstonden vanaf die tijd ook in dit gebied grote woningbouwcomplexen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere sociale huurwoningen in de omgeving van de Trouwlaan en de bebouwing in de zogenaamde Schildersbuurt, ofwel Corvelse Schijf. Daarna volgden de Schrijversbuurt, de Afrikaanderbuurt en de nu weer in opbouw zijnde Uitvindersbuurt. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een hernieuwd optimisme en ook de kinderwens nam weer toe. De bevolking groeide. En omdat mensen ergens moeten wonen, werd vanaf begin jaren 50 ook in Tilburg de zogeheten wederopbouw met enorme projecten vormgegeven. We maken kennis met de eerste flats en met woonbuurten die met veel ruimte en veel groen zijn bedacht. De Verzetsheldenbuurt, delen van Oerlen en de omgeving Rooseveltplein zijn illustratief voor het nieuwe denken in de architectuur en stedenbouw. Aan het eind van de jaren 70 wordt het laatste grote woongebied gerealiseerd, ook wel de Corvelse Hofjes genaamd. Dit complex kwam op de vrijgekomen terreinen van gebroeders Diepen en Van Doorn en Dams. Later heeft deze opzet wel eens tot discussies geleid. Voor de een succes en voor de ander een mislukking. De afgelopen decennia is er in dit gebied maar weinig beeldbepalende of grootschalige nieuwbouw verrezen. Hier en daar zie je weer een opleving van die oude eigenzinnigheid. Voor zover bekend blijft het in de toekomst bij een aantal kleinere veranderingen of om zaken die pas de aandacht zullen krijgen als eerst de slopershamer en daarna de nieuwe bouwploegen zijn gearriveerd. Soms zijn er dingen die er niet meer zijn en toch ook weer wel. Omdat men al lang geleden besefte dat ze niet vergeten mochten worden. Daarom is er nu elders een stukje Corvel geconserveerd en wel in het Openluchtmuseum te Arnhem. Het zijn twee oude wevershuizen uit de Bergdijkse straat die eens gesloopt werden en daar weer steen voor steen werden opgebouwd. Dat zal met de fabriek van Van Puijenbroek niet meer gebeuren. Meestal is weg ook echt weg. Het gunt ons voorlopig echter nog even het uitzicht op het uiterste uiteinde van deze ontdekkingstocht.